Ik denk dat mijn eerste film een Disney-film was. Ik denk The Lion King. Waarom? Nou, bij de Nederlandse première zat ik daar op het eerste balkon. Dat was jouw eerste film. Ja, de tijd vliegt inderdaad. Ja. Want ik ben bijna 31 en destijds was ik 12 of misschien wel jonger. Kun je nagaan. Ja. Heb jij wel eens gehoord van het fenomeen subliminal messaging? Oftewel, verborgen boodschappen in films. Ja. Vooral in Amerika hebben ze daar tests mee gedaan waar je dus naar films zit te kijken. En dat ze popcorn of cola tussen de beelden door monteerden. En dan gaat het soms maar om één of twee frames in een film. Die verborgen boodschappen, werken die echt? Het onderzoek waar René Mioch het over heeft, is dat van onderzoeker James Vickery. Die in 1957 in verschillende bioscoopfilms verborgen boodschappen verstopte met daarop de tekst... Drink cola of eet popcorn. De verkoop van popcorn en cola steeg volgens Vickery met 57%. 5 jaar later gaf hij echter toe dat hij zijn hele onderzoek verzonnen had. En dat het experiment slechts een slimme marketingtruc was geweest. Gelukkig zijn er genoeg andere manieren om mensen te beïnvloeden. Met dat in het achterhoofd heb ik vandaag ook een experiment voor jou voorbereid. Okay. We hebben hier namelijk een lege filmposter. En daar mag jij je eigen film van gaan maken. Oké. Okay. Kijk, we kunnen even naar die tafel toe lopen. Dus we hebben hier Carice van Houten, Famke Janssen, noem maar op. En een van deze personen, dat wordt zometeen de hoofdrolspeler of speelster in jouw film. Mag zelf kiezen wie. En ik heb ook een aantal thema's. Een middeleeuwse film, een dierenfilm, een bankroof, een treinoverval, wat je zelf wilt. En dan tot slot deze tafel. Dat zijn de voorwerpen die in jouw film een rol mogen gaan spelen. Ik zie hier al genres liggen natuurlijk allemaal. Zeker, ja kijk, jij bent de kenner. Dus je kan gaan combineren naar hartelust. Je kan er slapstick van gaan maken. Ja, een platte comedy zie ik. Sportfilm. Het is echt, Er zitten inderdaad zelfs cactussen. Ja. Dus echt meer. Of hier eten, pistolen, van alles en nog wat. Ja. En dan, uiteraard, moet een speelfilm ook een mooie titel hebben. Oké. Okay. Jij mag zelf alle keuzes maken. Okay. Dat is misschien een beetje een moeilijk, pijnlijk proces, maar kill your darlings. Je moet creatieve knopen kunnen doorhakken. Oké. Okay. Duidelijk? Ja, ik ga het doen. Oké, okay, nou, succes. Zie ik je straks. Ik laat René even alleen om zijn creativiteit de vrije loop te laten. Oké. Ik ben benieuwd wat hij heeft bedacht. Zo dan. De film pijnlijk met Barry Atsma zo te zien in de hoofdrol. Wat voor film is dat? Nou, ik vind het een thriller die te maken heeft met een kluis die geroofd moet worden. Ja. En ik hou er erg van dat je dus op de een of andere manier wel altijd voelt dat er meer aan de hand is. Mm-hmm. En de cactus staat dan eigenlijk voor de relaties die hij onderhoudt. Ik denk dat het een echte kaskraker gaat worden, René. Ik denk het ook. Dit wordt echt zijn grote doorbraak in Hollywood. Dat is echt en pijnlijk. Had je er painful van moeten maken? Ja, maar ik dacht, het is voor Nederland, toch? Ik heb overwogen om een Engelse titel te maken. Had gemogen, natuurlijk. Ja, maar dit kwam in mij op. Stel nou dat we deze poster nog iets persoonlijker zouden maken... als we die kluis een code geven waarmee we hem open zouden kunnen maken. Een 4-cijferige code, bijvoorbeeld. Zou je dan eens iets kunnen verzinnen? Doe maar 3-1-1-2. Dat ga ik even opschrijven. 3-1-1-2. Zo. Nou, ik vind het mooi. Ik zal deze heel even omdraaien. Zo.
En dan heb ik nu nog een kleine verrassing voor je. Ja. En daarvoor moeten we heel even de zaal inlopen. Kom met me mee. Oké. We staan hier vandaag in deze bioscoopzaal omdat er één film in première gaat. En daarvan gaan wij nu de trailer bekijken. Deze zomer. De best bewaakte kluis van Europa. En slechts één man die hem kan kraken. Ik ben binnen. Het plan was perfect. Er loopt hier 6 man bewaking rond. Elke uur doen ze een rondje. En hier staat de kluis. De uitvoering vlekkeloos. Ik heb nu de code nodig. 3-1-1-3. Werkt niet. Oké, probeer eens 3-1-1-2. Oh ja. Yeah. Zijn we aan het opletten of niet? Wat de fuck is dit? Barry Atsma. Dit is de laatste klus die ik doe. En dan kap ik ermee. In. Pijnlijk. De première van Pijnlijk. Dat is erg. Maar hoe kan dat nou? Ik snap het echt niet. Ik heb echt alles op het laatste moment bedacht. Maar dat kan niet, man. Dat kan niet. Als je hiernaar zit te kijken, ga je nadenken over hoe hebben ze dit kunnen doen. Nou, dat doe ik nu ook en het kan niet. Het kan gewoon niet. En het kan wel. We hebben deze trailer namelijk al maanden geleden opgenomen. Ja, dat moet. Het is heel eng en het is ongelooflijk. En wat een goede film. Ik zou gaan. Het is in geluid en beeld gewoon. Het is echt een goede trailer, weet je wel. De positionering van Amsterdam met de Westerkerk. En dan vervolgens daarin gaan. En dan heel langzaam weggeven waar we mee te maken hebben met die kluis. Bizar. En dan zie je een man lopen en je denkt, nou, stel je nou voor dat het toch Michiel Huisman is. Dat het fout is gegaan. Hij doet zijn kap af. Het is Barry Atsma. Wauw, en dan is hij bezig met die kluis. Ik heb nu de code nodig. Ik dacht echt in eerste instantie over dit deel is niet gelukt. Want het is de verkeerde code. Werkt niet. Oké, probeer eens 3-1-1-2. Gadverdamme, dat kan niet. En dat was uiteindelijk de goede code. Ik vind het echt ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Nou, ik kan je vertellen, ik heb in dit theater heel veel films gezien. Maar wat ik daarnet voelde toen al die elementen terugkwamen op dat scherm, terwijl je daar zelf een onderdeel van bent geweest, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Welkom in de wereld van Mindfuck. Ja, maar ik wil zo graag weten waar en wanneer ik gefuckt ben. Goeie vraag. Laten we eens teruggaan naar het begin. Soms slaat je brein informatie op zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Want was het jou al opgevallen dat alles uit de film al meerdere malen is langsgekomen? Beeld, geluid, zelfs geur zet ik in om te proberen zijn keuzes te beïnvloeden. Ik ben bijna 31 en destijds was ik 12, of misschien wel jonger. Een bankroof, er zitten inderdaad zelfs cactussen. Dat is echt meer. Dat is misschien een beetje een moeilijk, pijnlijk proces. Ja. Zou hij mij hebben kunnen beïnvloeden op de een of andere manier? Nou, de realiteit leert ons dat hij dat dus gedaan heeft. En dat maakt het zo ongelooflijk eng. Ervaar het eindelijk zelf.
Ga naar mindfucklife.nl.